Welkom bij Iedereen kan haken. Vandaag gaan we kabels maken en die maken we met alleen reliëfstokjes aan de voorkant. En aan de achterkant zijn het alleen maar vaste steken. Dus ja, als je reliëfstokjes kan maken, daar heb ik ook al een filmpje van gemaakt. Maar ja, het is makkelijk als je dat weet, maar je kan het zo meekijken en dan kan iedereen deze kabels maken. En ja, hij wordt met groepjes, kijk, je hebt hier vaste, dan twee reliëfstokjes, dan weer vier vaste. En je moet ze blijven tellen, hoor, dat je dus het aantal aanhoudt. En hier zijn dus die kabels gemaakt, dus 1, 2, 3 zitten er in deze, ja, dit lapje. Maar dit kan natuurlijk een hele das worden en ik zal even meten. Deze is ongeveer 28 centimeter. Als je een trui wil maken is het ook heel mooi hiervan. Ja, je kan er van alles mee. Maar laten we beginnen om, ja, om met jou te leren hoe dat je kabels kan maken. Ik heb haaknaald nummer 6 en een gewoon bolletje wol, stelt niks voor, eentje van een euro. En je begint met opzetten van een opzetlus, zoals je dat gewend bent. En dan maken we 37 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ik zie je terug bij 37 lossen. En nu zijn we aangekomen bij 37 losse steken. En nu gaan we eerst twee rijen vaste maken. Dus we zetten hem hierin, in die tweede. Eén keer door de draad omhalen en door twee. En zo in elke steek maken we een vaste. En zo gaan we door de hele toer. Met vaste. En dan zie ik je als ik op het einde ben. En we zijn nu op het einde van toer 1. En we gaan naar de volgende toer met een losse. En dan keren we het werk weer. Je draait je werk om. En dan gaan we naar toer 2. En toer 2 is weer een hele toer met vaste. Dit is om de onderrand te maken. Kijk, als ik hem erbij pak, dat je echt die mooie rand hieronder krijgt. En alle even toeren zijn ook vaste. Dus alle teruggaande toeren zijn altijd met vaste. Dan zie ik je weer op het eind van toer 2. We zijn aangekomen bij het einde van toer 2. Dan 1 losse, dan keren we het werk. En dan doen we 2 vaste. 1, 2. En dan omslaan en dan gaan we in die derde van onderen, dus 1, 2 vast en die derde, die pakken we op en dat wordt een reliëfstokje. Omslaan en dan hiernaast in de onderste rij, die vaste pak je op en dat wordt een reliëfstokje. En dan ga je weer verder met 2 vaste, kijk hier sla je dan 1, 2 steken over, want hier heb je die reliëfstokjes. En dan pak je weer de volgende, dat wordt weer een vaste. Dus je hebt hier 2 steken overgeslagen en dan pak je 2 vaste.
En dan ga je weer omslaan en dan pak je weer hieronder. Dus je slaat er twee over. In die derde pak je een reliëfstokje. En dit moet er totaal 4 worden. Dus de volgende daarnaast in die onderste eerste toer. Daar zet je een reliëfstokje op. Dus nu heb je er al 2. Omslaan, insteken, doorhalen door de vaste. En dat wordt een reliëfstokje. En nou gaan we nog eentje. Dus in totaal 4. Dan gaan we de volgende weer 2 vaste zetten. En dan gaan we weer 2 reliëfstokjes maken. Dus het is het principe van 2 vaste, 2 reliëf, 2 vaste en dan 4 reliëf en weer 2. Dus we doen nu weer 2 reliëfstokjes. Oh, die moeten dus in de onderste rij, onderste. En dan zet je weer 2 vaste. En nu gaan we dus weer 4 omslaan en dan hieronder. Als je 2 weer overslaan en hieronder zet je de in de eerste rij zet je een reliëfstokje. 1. Dan moeten er 4 worden, dus 2. Vier. En dan weer 2 vaste in de bovenste steken. En dan ga je weer verder met 2 reliëfstokjes. Dus 2 reliëfstokjes, dan weer 2 vaste, dan weer 4, dan weer 2 vaste, dan weer 2 reliëfstokjes. 2 vaste en dan weer 4 tot het einde van de toer en dan zie ik je daar weer terug. We zijn nu op het einde van toer 3 en ik zet hier nog 2 vaste. En dan gaan we nog met 1 omhoog. En dan gaan we naar toer 4. En toer 4 is weer een even toer. En dat zijn alleen maar, dat is de achterkant, alleen maar vaste. En dan pak je elke steek een vaste. Insteken en een vaste. En op het einde van de toer zie ik je weer terug. We zijn nu bij het einde van toer 4. En dan moeten we nog 2 vaste. En een losse en we keren weer het werk. En nu gaan we eerst 2 vaste erin zetten. 1 2 Want we beginnen met toer. Even kijken hoor. Ja, 5. Dat betekent weer 2 reliëfstokjes en 2 vaste en dan 4 reliëfstokjes voor. Dus we gaan nu weer, we hebben net 2 vaste gedaan met toer 5 en dan gaan we hier weer op deze reliëfstokjes hieronder kan je gewoon je haaknaald in onderdoor steken. En dan gaan we hier weer 2 reliëfstokjes doen. En op de volgende weer heen.
dan weer 2 vaste. Eén, twee, en dan weer hier die reliëfstokjes, even je duim eronder duwen en je haaknaald gewoon plat onderzetten en dan je draad naar voren pakken. Dit is 1, dan hieronder weer je naald plat onder. Door 2, door 2, omslaan, naald eronder. Dit is 3. Omslaan, naald eronder. Dit is 4. Dan weer 2 vaste. 1. 2. En dan weer 2 reliëfstokjes hieronder. 1. Twee. En zo vervolg je eigenlijk de hele toer. Toer 5. Dus dit is echt 2 vaste, 2 reliëfstokjes, 2 vaste, 4 reliëfstokjes, 2 vaste, 2 reliëfstokjes. Weer 2 vaste. En dan zal ik nog even mee de reliëfstokjes doen. Omslaan. Het reliëfstokje hier pak je zo op. Je draad om. Door 2, door 2. Omslaan. En een reliëfstokje. En dan zie ik je op het eind van toer 5 weer terug. Even nog de laatste reliëfstokje mee. En zo maak je deze toer af. Toer 5. Ja. En we zijn aangekomen op het einde van toer 5. Hier met 2 reliëfstokjes. En nou nog, hier heb ik al een vaste gemaakt. En nu nog 1 vaste. En een vaste nog op het laatste lus van de beginlossen. En weer een losse. En dan gaan we naar toer 6. En de achterkant, en het is een even aantal, dus hier zetten we weer in elke steek een vaste. En ik zie je op het einde van toer 6 terug. We zijn aangekomen op het einde van toer 6. En dan doe je een losse en je keert het werk. En dan gaan we nu naar toer 7. En toer 7 is weer 2 vaste. Dan weer gewoon 2 reliëfstokjes aan de voorkant. Alle reliëfstokjes zijn aan de voorkant. Dan weer 2 vaste. En dan komen we hier bij die 4 reliëfstokjes. Maar nu doen we dus een dubbele en die zetten we in de derde. 2, 2, 2. En nu weer een dubbele en die zetten we in de vierde. Door 2, door 2, door 2. En nu moeten we die tweede en die derde nog pakken, dus weer een dubbele. Dan pak je die eerste op en die schuif je naar voren. En daar doe je dus door 2, dus eerst 1. En dat is een beetje lastig altijd omdat die draad dan vrij schuin zit. Dus deze moet door. Nog door deze lus, dus 2, dan nog een keer door 2 en nog een keer door 2. En nu moeten we nog deze, de tweede, oppakken. Dus weer 2 keer de draad omslaan,
Dan ga je weer naar dit stokje, tweede stokje, en dan pak je hem weer op met je draad door, en die draad moet dan nog even door de tweede, en dan weer een keer de draad om, door twee, en dan heb je je kabel al klaar. Dan maak je weer twee vaste. Dan ga je weer een relief stokje op die eerste van die tweede, ja, van een groepje van twee, dan weer een relief stokje op het groepje van twee, dan weer twee vaste, en dan gaan we weer een kabel maken op die vier, dan zetten we hem op de derde, dus weer een dubbele, op de derde draad om, door twee, dan weer een keer twee keer de draad om, en dan doen we hem op de vierde, doorhalen, door twee, en nu moeten we nog die eerste en die tweede oppakken, twee keer de draad om, en dan pakken we eerst de eerste, en dan schuif je echt die andere twee dubbele stokjes erdoor. En die moet ook door twee, maar dat is het lastigste, want deze draad zit een beetje schuin, dus die pak je dan nog een keer, zie je het? En dan zal ik nog een keer door twee, dan weer twee keer de draad omslaan, en nu pak je de tweede hier, en dan schuif je weer met je duim die twee dubbele stokjes eroverheen. Dan doe je hem even eerst door één, en dan door die tweede. Omslaan, door twee, omslaan, door twee, en dan heb je weer een kabel klaar. En dan ga je weer twee vaste en nog een vaste, en dan pak je hier weer de relief stokjes, omslaan het relief stokje aan de voorkant, omslaan het relief stokje. En dan zijn we al bij de laatste kabel. Oh, we moeten nog even twee vaste insteken. 1 en nog insteken. 2. Dubbele draad. De derde pakken we. Omslaan. Doorhalen. Door twee. Dan nog een keer. Twee keer omslaan in de vierde. Doorhalen, door twee, weer twee keer omslaan, en je pakt de eerste weer op, omslaan, hier doorhalen, en dan moet je die schuine draad ook nog even door twee, nog een keer door twee, en nog een keer door twee, en nog een keer twee keer omslaan, en je pakt het tweede stokje op, en je slaat je draad om, en hij moet er nog door deze schuine, moet je nog pakken, en dan weer door twee, omslaan, door twee, en dan heb je je derde kabel ook af. Dus zo heb je je kabel. En je doet weer twee vaste, 1, 2, en weer op de laatste reliefstokje weer een reliefstokje aan de voorkant, en nog een reliefstokje, en dan weer twee vaste. En nog één op de beginst lossen. En dat was toer 7. Dit is de kabel, en nu draaien we het werk weer om, en dan gaan we met toer 8, en toer 8 is weer even, dus er zijn alleen maar vaste. En
Nou, ik zie je op het einde van toer 8 weer terug. En dit is het einde van toer 8. En weer een losse naar boven en het weer een keren. En er is geen toer 9. We gaan weer gewoon toer 5 tot en met 7 herhalen. Dus toer 5 is gewoon hier 4 reliëfstokjes opdoen. En toer 6 is gewoon terug uit vaste. En toer 7 is dus met die derde pakje een dubbele stokje. Dus dan moet je even toer 7 even terugkijken. Ik zal nog even het begin maken van toer 5, want dit is dus herhalen. Toer 5 tot en met 7 doe je dan elke keer na toer 8 herhalen. Dus je zet weer 2 vaste, 2 reliëfstokjes. Dus dit is weer hetzelfde als toer 5. Twee vaste. En toer 5 is 4 reliëfstokjes. En dat is dus gewoon, dan pak je meteen die eerste die je al ziet, die pak je op. En dat is een reliëfstokje, een gewone dan, hè? Dus weer één keer omslaan en je pakt de tweede, dus een reliëfstokje, omslaan, dan pak je die derde, omslaan en je pakt de vierde. En dat is toer 5 en dan heb je heel je kabel is dan klaar. Toer 5 is gewoon 2 vaste, 2 relief, 2 vaste, 4 relief. En dan komt dit je resultaat. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Graag duim omhoog voor als het positief is, dat je het leuk vindt. Dat vind ik fijn om te horen. En hieronder staat mijn foto. Als je daarop klikt, dan kan je abonneren op Iedereen kan haken. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.